Ik zit hier op de bank bij meneer Doornbos, voor mij oud-rector van Bisschoppelijk College Broekin. Hij heeft een, een gedichtenbundel uitgebracht en daar gaan we met hem over praten. De titel is Komen en Gaan en het bestaat uit vier delen. Kun je daar iets over vertellen? Hoe is dat boekje opgebouwd? Het boekje is opgebouwd uit een afdeling kerstgedichten in twee delen, maar eigenlijk is dat één geheel. Ik heb, dat, ik heb daar. Twee delen van gemaakt, omdat ik het eerste stukje al eens een keer in een uh, soort kerstgeschenkboekje heb opgenomen. En uh, daarna zijn er nog kerstgedichten uh, gevolgd, omdat ik toch een traditie heb van bijna 25 jaar om iedere keer een kerstgedicht naar vrienden en bekenden te sturen. En het resultaat is nu met een nietje daardoor in dat uh, boek terechtgekomen. Heeft u ook een speciaal gevoel rond kerst? Of dat, dat is iets van de traditie van vroeger uit dat u de behoefte voelde om daar ook gedichten over te schrijven? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Uh, het is niet van vroeger uit in de zin uh, van uh, dat dat zeer speciaal was, maar kerstmis was wel een, een hoogtepunt in het jaar. Uh, vooral. Als ik kijk naar hoe ik in mijn gezin bij mijn ouders groot ben geworden en hoe ik die traditie in feite heb geprobeerd om in mijn eigen gezin voor te zetten. Nou, bestaat dit boekje uit, uit vier delen. Het beschrijft eigenlijk een hele cyclus. Kunt u daar eens op ingaan? Wat heeft u daarmee willen, willen vertellen? Nou, uh, in uh, vervolg op wat ik zei over dat gezin. Het eerste stukje heet Sikut Erat. betekent zoals het was. Nou dat verwijst dus heel duidelijk naar wat ik heb ondervonden. Het tweede stukje heet Et nunc et semper, zoals het nu is, maar ik denk zoals het altijd zal zijn. En het laatste deel van de bundel heet dan Et un secular secularum, wat in feite betekent en in de eeuwen der eeuwen en in dat stukje heb ik dan met name gedichten opgenomen die verwijzen naar dood en droefheid vanwege het overlijden van vrienden of bekenden of familieleden. U schrijft al heel erg lang, ook al, uh, misschien ook al gedichten. Hoe heeft zich dat in de loop der tijd uh, ontwikkeld? Nou, uh, aan gedichten heb ik me eigenlijk heel lang niet gewaagd. Althans, geen gedichten die uh, ik aan de openbaarheid heb, heb uh, prijsgegeven. Aan, uh, teksten. Ik heb, uh, ja, je zei het al. Ik was uh, rector van de school. Ik heb uh, toneelstukken geschreven. Ik heb musicals uh, geschreven. En uh, in die zin ben ik, ja, als je Nederlands gestudeerd hebt, dan heb je wat met taal natuurlijk. En het is niet zo verwonderlijk dat zich dan uh, op een gegeven ogenblik een uh, weg naar buiten baant. Ja. ja. U gaat uh, nu aanstaande zondag 19 december uh, gaat u naar de bibliotheek in Remont. En gaat u voorlezen uit eigen werk. Uh, wat verwacht u van die middag? Nou, ik verwacht eigenlijk dat het een, een, een hele aangename middag wordt. Uh, ik ben niet zo plan om daar een plechtige middag van te maken, maar meer een verhaal over de achtergronden van die gedichten uh, waar, dan, waar ik dan de gedichten op een gegeven ogenblik als illustratie van bepaalde gedachten, van bepaalde gevoelens zal voorlezen. En voor wie is het een beetje bedoeld? Wat is de doelgroep van, van uw gedichten? Ja, ik zou bijna een heel algemeen antwoord willen geven. De doelgroep is de lezer en de toehoorder. Uh, ik denk ook niet dat het een uh, speciaal uh, groep is. Meer aangaat dan een andere groep. Het zijn algemene gevoelens en ik denk dat iedereen zich daar wel in kan vinden. Eigenlijk een logisch vervolg op ons gesprek. Zou u voor de kijkers van Vox misschien ook een gedicht voor willen lezen? Dat wil ik wel. Ik heb in gedachten een Drie Koningen gedichtje. Om twee redenen. Dat heeft dus rechtstreeks te maken met wat ik in mijn jeugd heb gedaan en meegemaakt. Maar ook met een, een traditie die je in ieder geval hier meteen over de grens al terugvindt: waar huizen staan, waar uh, keurig op staat. C plus B plus M, Kaspar, Balthasar, Melchior. De jeugd komt nog ieder jaar zingen. Mijn kleinkinderen doen dat ook. En bij mij voor de, uh, boven de deur kun je dat ook vinden. Ik zal eens dus even kijken. Het gedicht is getiteld Kaspar. Baltazar Melchior Zolang het huis er staat in zon in regen sneeuw en mist staat ook met vluchtig krijt geschreven maar na een jaar nog steeds niet uitgewist dat zij hier waren en maar even zijn gebleven Ze komen steeds met sterren en lampions in het schemerduister en zingen soms het oude liedje van de nieuwe hoed hun kleding slechts een zwakke echo van gewezen luister. van de vergane glorie van een koninklijke stoet. En op de deurbalk staan hun initialen en het jaar. Meer dan 2000 al na Bethlehem. Ze blijven trouw hun litanie herhalen. Dat doen ze voor wat centen. maar ook ter eer van hem in het spoor van die illustere drie. aan het einde van hun dwalen: drie koningen. Getekend C plus B plus M. Heel hartelijk dank, meneer Doornbos. Inderdaad, voor mensen die meer van u willen horen, die zijn van harte welkom, neem ik aan, uh, zondagmiddag uh, in de bibliotheek in Romond. Ik heb begrepen, zolang er plaats is. Nou, heel mooi. Anders maken we die wel, denk ik. Oké, okay, veel succes. Ja hoor, dankjewel.